Rotterdamse met Giro Gym is een van de topleveranciers van grote talenten en kampioenen in de Nederlandse kickboxscene. Vast onderdeel bij de training is de zaktraining. Een training overigens die je ook kunt gebruiken voor karate, taekwondo en dergelijke. Stoten en trappen tegen die zware stootzak aan om het gevoel te krijgen voor balans, het gevoel te krijgen van raken. En vooral de scheenbenen, die worden keer op keer met dodelijke precisie tegen die pikkelharde stootzak aangesmeten om daardoor een zekere harding te krijgen. Twee stoten. Eén trap en weer weg. Ja, ja, de low kick, vooral het harde van de schenen. Dat gebeurt met de zandzak, want die is keihard. En als je weet, een bovenbeen of een blok van een andere man is ook hard. Wat zit er nou in, die zak? Gemalen rubber en zaagsel. En wat heeft dat voor effect op je scheenbeen? Nou, dat is in het begin dat je het pijn doet, dat je zelf moet corrigeren hoe hard je inzet. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het toch hard, je scheenbeen. En dan kun je steeds harder trappen. Maar kun je een bot ook hard maken? Nee, toch? Het bot niet, maar wel ja, de zenuwen die erop leggen, die kun je wat verdoven. Het wordt toch harder. Een soort van acceptatie van die pijn. Ja, de pijngrens verleggen, zeg maar. De conditionele reserves worden echt aangesproken bij zo'n zaktraining. Want het kost heel veel. Heel veel kracht. Niet alleen maar scheenbeenpijn, maar ook conditionele pijn. Als je voor de eerste keer in zo'n zak aantrapt of stoot, sta je vaak voor een merkwaardige verrassing. Voordat ze begrijpen dat het hele lichte contact geen effect heeft, na een paar weken komt dat door. En met het sparren komt dat ook weer naar voren natuurlijk. Het effect van de trappen wordt beter en dat komt door de zaktraining. Bepaald kinderachtig zijn die kickboxers niet. Hier bijvoorbeeld, Roger van der Heijden trapt met zijn scheenbeen tegen een zware vrachtwagenband. En daar schop je dus met je scheenbeen eraan? Ja, ja. En dan langzaam hopen dat het harder wordt. En per keer wordt het een keer te lang volhouden, een keer harder trappen. En, het werkt. Voor Roger was het in ieder geval lang zat.